Beste WK-poelers, ja, de laatste keer dat ik hier sta en nu met denk ik een heel belangrijk en groot doel, de finale voorspellen. Nederland-Spanje, we weten inmiddels dat het Spanje wordt. Een hele gerenommeerde tegenstander natuurlijk, maar een fantastische wedstrijd. Ik ben benieuwd wat jullie in gaan vullen. Ja, ik moet het ook nog invullen. Ja. Maar vandaag nog even één keer mag ik Bert Maaldrink spelen, ja. Mark. Ja, je kan ook Jack van Gelder spelen, dan krijg je al die spelers op je schoot. Ja. Ik weet niet of je dat wil. Nee, laten we dat maar niet doen. Ja. Hey, we weten het, Spanje als tegenstander. Ja. Spanje, Duitsland, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, denk ik. Want uiteindelijk moet je gewoon die finale, dat is een wedstrijd op zich, die moet je gewoon winnen. Maar erg benieuwd naar hoe jij de opstelling van Nederland zal neerzetten tegen Spanje. Ja, ik denk toch dat de opstelling exact hetzelfde blijft. Dus zeg maar de vaste basiself zoals we altijd spelen. Er zal weinig in veranderen. Natuurlijk komt Nigel de Jong terug. En heb je op rechtsback weer Gregory van der Wiel die mee zal spelen. Dus de rest zal hetzelfde blijven. Ja. En als we inzoomen naar de Spanjaarden, dan zijn natuurlijk allemaal geweldige voetballers, geweldig middenveld. Ja. Maar hoe denk je dat Bert van Marwijk de Spanjaarden gaat bestrijden? Ja, nou dat is mooi en ik adviseer Bert van Marwijk ook om eens de tape, de DVD van de wedstrijd Inter-Barcelona voor de dag te halen. Want het Spaans nationale elftal is Barcelona, hè. Bestaat voor 80% uit spelen van Barcelona. En als je die wedstrijd gezien hebt, dan weet je ook hoe je moet bespelen. Dat betekent de ruimtes heel klein houden. Inter deed dat fantastisch. Barcelona speelde natuurlijk ook nog eens met een Messi, hè, die normaal gesproken het verschil maakt. Maar ook die liep zich continu vast in het melee van spelers van Inter, wat heel compact speelde, heel kort op elkaar speelde. En zij dwongen eigenlijk min of meer Barcelona om fouten te maken. En van daaruit kwam de steekbal of de lange bal van Wesley Sneijder op Milito. Ja, die natuurlijk razendsnel is. Nou, en ik denk dat de wedstrijd een kopie zal worden van die wedstrijd. Dat hoop ik ook. Want dat betekent dat wij van achteruit Barcelona dwingen fouten maken. De lange bal van Sneijder op natuurlijk de fantastische Robben. Die het verschil gaat maken. Ja. Wesley Sneijder, Robben, gouden jongens. Ja. Wat is, zie je nog een rol weggelegd voor Van Persie? Of denk je gewoon dat hij wederom een nuttige wedstrijd weer voetbalt? Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor dan van iedereen nu dat hij zo hard werkt. Zelfs dat vind ik niet. Hij doet gewoon zijn ding, maar hard werken. Ik heb hem weinig ballen zien achterhalen of afzien jagen die wint hoor. Dus wat dat betreft vind ik ook dat overdreven. Kijk, het is dat je wint. Anders was Van Persie al lang uit de basiself gezet. Ja, dus ten faveur van misschien een Huntelaar of wat dan ook. Maar hij presteert gewoon niet. En hij speelt een heel slechte WK tot nog toe. En ik vind het triest voor die jongen, want hij gaat er enorm onder gebukt. Hij is ook nogmaals slachtoffer van het systeem, hè, zoals Nederland voetbalt. Maar hij wilde zelf in de spits spelen, dat heeft hij zelf aangegeven. En misschien is dat toch een foute keuze geweest waar hij nu spijt van heeft. Maar ja, ik hoop dat soort spelers toch op kan staan in de finale. Maar ik verwacht toch meer van de jongens die de grootste vorm hebben en die alles wat ze aanraken tot goud maken. En dat zijn Wesley Sneijder en Arjen Robben. Ja. Nou, we kunnen natuurlijk met rust achterstaan. Misschien nog steeds 0-0, misschien staan we voor. Maar wat is jouw idee over het verloop van de wedstrijd? Kijk naar de tegenstander. Waar zal Bert van Marwijk mogelijk tactisch gaan beslissing gaan nemen en bepaalde wissels, misschien wel een gouden wissel gaat inbrengen? Ja, nou, ik denk dat hebben we ook gezien in de wedstrijd tegen Uruguay. Dat je met Van der Vaart gelijk meer voetbal krijgt op het middenveld. En Nigel de Jong niet. Van der Vaart die kwam erin voor de zee op een gegeven moment omdat hij geblesseerd was. En je zag gelijk dat wij beter gingen spelen. Tegen de Spanjaarden speel je met een Xavi en een Iniesta en een Busquets op het middenveld. En Xabi Alonso nog. Ja, dat zijn fantastische spelers. Dus wij moeten er ook voetbalvermogen tegenover stellen. En nu hebben we twee controlerende middenvelders met Nigel de Jong en Mark van Bommel natuurlijk. Die goed tegen kunnen houden. Maar de bal vooruit is wat lastiger. Op het moment dat wij achterkomen, dan denk ik dat er vrij snel gekozen wordt voor Van der Vaart in plaats van de Jong. Om het voetbal op het middenveld te bevorderen. Ja.
Opvallend, geen Elia, maar gewoon je denkt het middenveld, daar gaat het plaatsvinden, ja. Daar moeten we het winnen. Kijk, weet je wat het is? Hè? De bondscoach is natuurlijk zo ver gekomen met deze basis 11. Zeg jij maar wie er voor in uit zou moeten. Ik denk dan Van Persie, hè? Als Van Persie weer niet goed speelt, dan is inderdaad die wissel mogelijk. Dan denk ik toch Kuyt in de spits en Elia vanaf de linkerflank. Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Hey, dan het meest belangrijke natuurlijk, de finale wedstrijd. Wat is jouw voorspelling voor de eindstand? Wat gaat het voor thriller worden? Ja, het is, ik heb echt gewoon een gevoel nu dat we winnen. We hebben Brazilië uitgeschakeld, Uruguay uitgeschakeld natuurlijk. En iedereen verwacht een hele hoop van Spanje. Spanje heeft een verzameling fantastische spelers, hebben wij ook. Op voorhand heeft Spanje denk ik een grotere kans, tenminste dat dicht mensen toe. Ligt de favoriete rol? Ja, ligt de favoriete rol, maar ik dicht Nederland een grotere kans toe, omdat wij gaan spelen zoals Inter dat heeft gedaan, met heel veel discipline, met heel veel teamspirit, met twee verschrikkelijke beukers op middenveld, Mark van Bommel en Nigel de Jong, die het middenveld van Spanje het voetbal onmogelijk gaan maken. En wij hebben twee toppers, twee absolute uitblinkers op dit toernooi, Robben en Sneijder, en die gaan beslissen. Dus ik zeg 2-1 voor Nederland. Zonder verlengen. Hey, ja. En dan is het 2-1. Dan is het rond 10:30 in de avond. Waar ben jij dan? Denk je? Ja, ik in de zevende hemel. ik zweer het je, als ik eraan denk, nu al, dat wij wereldkampioen worden, dan sta ik hier met kippenvel. Ja. Want ik zou het zo fantastisch vinden voor heel het Nederlands voetbal in Nederland. En het zou me zo ongelooflijk trots maken. Als Bert van Marwijk en zijn fantastische staf, hè, met, vergeet dat niet, met Philip Cocu, Frank de Boer en Kees Jansma, Hans Jortsma, want dat zijn geweldige mensen. Als die dat voor elkaar krijgen om met een eigenlijk een Nederlands elftal, wat zeker niet de toppers herbergde zoals dat tijdens de EK 88 was, om hiermee wereldkampioen te worden. Nou, dan denk ik dat wij de komende 2 jaar met z'n allen met ons hoofd in de lucht mogen lopen. Ja. En heel trots mogen zijn op dit kleine landje met zijn exportproduct voetbal. Ja. En dat zal een geweldige boost gaan geven aan het Nederlands voetbal natuurlijk. Ja, dat is ongelooflijk. Nou, ik zat gisteren bij RTL met Johan Derksen, die gaf dat ook perfect aan. Het Nederlands voetbal heeft dit keihard nodig. Veel clubs staan eigenlijk op omvallen. Kunnen het financieel niet meer trekken. Sponsorinkomsten lopen terug. Seizoenkaarthouders lopen terug. Het zou heel belangrijk zijn voor het Nederlands voetbal in zijn totaliteit. Als wij dat zouden kunnen halen morgen. Ja. Mooi. Mark, we gaan ervoor. Dank voor jouw voorbeschouwingen. Graag gedaan. Scherp. Je hebt heel vaak heel goed bijgezeten. Een aantal malen, nou vooral de match van Brazilië, wat natuurlijk een cruciaal moment was en een duel was. Daar zat je ernaast, maar verder heel goede analyse gegeven. Ik denk dat de deelnemers er heel veel aan gehad hebben. En die gaan nu voor de laatste finale op de plek van de bondscoach zitten. Ja. En we gaan ons klaarmaken voor zondagavond met z'n allen voor de buis. Meer dan 12, nog wat miljoen mensen, wie weet. En we gaan voor de winst. Dankjewel. Ik wil Younes voor bedanken. Dat jullie mij als WK-expert ingehuurd hebben. En ik wens iedereen heel veel succes met de WK-pool. Met de prijzen die er te winnen te zijn. En wie weet, tot snel.